Hé, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Lego The Hobbit, het avontuur in Lego die we meemaken. Het verhaal voor Lord of the Rings. En de bewakers zijn in slaap gevallen omdat het 's nachts is, omdat we natuurlijk de nacht hebben gewacht totdat het zover was. En nu kunnen wij naar binnen om onze dwergvriendjes te bevrijden die gevangen zijn genomen door de elfen. Zo, dat heb ik toch mooi uitgelegd, jongens. Kijk, we gaan dus helemaal naar boven toe ook. En dit is het elfenpaleis, om het zo te noemen. En daar moeten wij rustig grondig te werk gaan. Lelijke stambeelden hier. Opzouten. Het is echt fantastisch groot dit. Het hele elfenrijk is super mooi gedaan. Vind ik zelf. In de film vooral. En ik kan ook daar naartoe, zie je dat? Zelfs paarse blokjes. En daarboven kan ik een soort shortcut, maar daar kunnen we niet komen. Dus wat ik nu doe, oorlogsbuit. Ik kan zien dat je geen stranger to combat. Are you aware that wearing a pair of mithril bandit gloves will double the loot dropped by your enemies? I would quite like a pair myself. I can offer you something to help you locate minikits if you'd forge one for me. I can see your name. Okay, cool. Dus je moet van die mithril handschoenen voor je vinden en dan kan je dus dingetjes krijgen om het wat makkelijk te maken om minikits te zoeken in een level. Dus wat met een pijl worden aangegeven in de mapkaart. Dat is natuurlijk hartstikke makkelijk en ja, veel handiger. We moeten hier naar beneden, dus ik doe even netjes de trap nemen. We mogen niks missen. En de bewakers slapen hier allemaal, zoals je ziet. Mooi. We komen aan. Bij een geweldig stukje. Dadelijk hebben we namelijk de tonnen scène waar ik al eerder in de aflevering over praatte. Infiltrating the halls of the elves is a risky business, but Bilbo was left with no choice. He would need all of his newfound courage to rescue his companions from Thranduil and the elves. Okay. We're never going to reach the mountain, are we? Bilbo! Not stuck in here, you know. There are guards nearby! Maar die gast die achter ons is, die deed nooit. Die zat. Bilbo was alleen hoor in de film. Oké. Okay. We gaan nu al naar de kelders. Everyone, climb into the barrels quickly. Dit is het geweldige. Oh, geweldig wordt dit, jongens. Dit wordt een fantastische scène. Deze video wordt episch. Dit wordt een epische aflevering. Bereid je maar voor. Ik zie erachter dat er een level is. Ja, we gaan beginnen met het level. Fantastisch. Het ziet er nou al fantastisch uit. Kijk nou, we zijn nog niet eens verder. Moet ik wel gaan bouwen hier? Ik denk het wel. Ja. Nou, we hebben genoeg van die zooi over. We gaan gelijk weer bouwen, jongens. Huppakee. Daar komt het al. Het duurde even, maar het verscheen wel. Oké, we hebben een pionnetje nodig. En een klein rond dopje. Wat komt daarop? Daarop komt een pijlenboog. Een hoofdje. En een harnas. Of een helm eigenlijk. Wat krijgen we erop? Een klein blokje in de hoek. Een groot speer. Niet vergelijken met een andere. Een zwaard komt ernaast. En natuurlijk een ander dingetje. Zo, en we hebben het gebouwd. Wat we ermee kunnen is dat we dit ding nodig hebben. Als het goed is. Kijk. Of slopen we het ook helemaal massaal. En daarboven zie ik wat. Kunnen we dat pakken? Nee. Ik pak wel deze pijlenboog en we kunnen wat. Wat kunnen we ermee doen, jongens? Even kijken. Nee. Terug.
We moeten iets meer schieten dadelijk, hoor. Oké, we gaan even kijken wat we hier kunnen doen. Kunnen we iets in de fik zetten? Wat kunnen wij in de fik zetten? Kijk al die dwergen ook in die tonnen zitten. Fantastisch gedaan. Ik moet iets doen met die tonnen. Ik maak eerst dit kapot. Zo, hoppakee. Dat hebben we allemaal niet nodig, dit. Ik pak even een ander karakter. Kan ik ook niks mee doen? Die? Kan die er wat mee doen? Nee. Kan mijn bomber wat doen? Bomber. Even zoeken, jongens. Sloop gelijk op de tafel. We hebben wat overzicht hier. Hoppakee. Nou, ik kan die fakkel pakken en we moeten iets met zijn fakkel doen. Oh, kijk eens. Aha. Daar moeten we sowieso op schieten. Met onze pijlenboog. Komt een ton naar beneden. De ton rijden we naar de afgesproken plek. Nou, we hebben 1 ton al bevrijd. Mooi. We moeten iets met dit doen. Ja. Die pakken we op en die moeten we daar naartoe. Huppakee. Nou, dit gaat beter. De 2e ton komt hierop. En we zoeken nog 1 ton. En dan zijn we helemaal klaar. Maar ho eens even. Ik moet nog ook 1 ton hebben, jongens. Hehehe. Allemaal leuk en aardig. Ik zie het al, jongens. Ik moet wat anders doen. Kijk. Die ton zit daar in die kast. Ik zie hem al. En we steken het aan. En ik hoop dat we nu die ton kunnen pakken. Komt u maar. Daar komt de ton. En daar gaan we op. En nu komt het vetste van, ook in de film een ontzettend goede scène. Dat er is aan 100 uur gefilmd. Leuk om te weten. Bij de originele film. 100 uur voor een scène van 8 minuten, begreep ik. En nu gaat het gebeuren, jongens. Ik haal de lever over. En dan zien we het. Hold your breath. Hold my breath. What do you mean? Ah! Ontsnappingsscène in Lego The Hobbit, jongens. De tonnenscène. Geweldig. Close the gate. Op een strandstoel. En nu komt het gevaar, jongens. De vijand. Gori! Zee! Gori! Oh, fantastisch. Kijk nou. Oh, dit is geweldig. Dat je ook een scène hebt in de film. En dat kan je dan, dat kan je dan op deze manier spelen. Dat is fantastisch. Af. Hey, met de gouden panzers. Dat zijn een soort bazen die moeten verslaan. Hoppakee. En de laatste komt, die zit daar rechts.
Heel fantastisch gedaan. Laten we die gelijk vermoorden. Dan kunnen we door met de epische scène. En dat allemaal in één video. Oké, die zijn dood. Dat betekent dat we de overige mannetjes ook even kunnen vermoorden. Oh jee. Oh jee, er komen er nog meer. Nou, geen probleem voor ons. Hoppakee. Ik zie daar een mitril. Of een miniket in de grond. Maar ja, we hebben geen karakter die het kan uitgraven helaas. Dan moeten we het level nog een keer spelen met de goede karakters die dat wel kunnen. En die een schop bij zich hebben. Zo, hoppakee. Alle monsters zijn vernietigd. Er komen er nog meer natuurlijk. Oh jee. Groene baas zelfs. Ik denk dat die het beste met iets kunnen vermoorden. Wat we kunnen gooien naar hem. Ik zou even niet weten wat nu. Maar misschien kunnen we hier wat uitpakken. Ik zie al wat we kunnen doen. Teamwerken. Gaan we dat? Teamwork. Kijk, let op. Ja, dit gaat even niet goed zoals ik had gepland. Want de controls zijn een beetje vervelend aan het doen. Pop jongens, ik moet het kunnen. Zo, hoppakee. Zo moest hij. En nu weet ik al precies wat de bedoeling is. Ik pak even met dit karakter de pijl en boog, omdat hij nog geen wapens hand heeft. En dan gaan we even naar de afgesproken plek. Dat is daar. En dan vuren wij de pijl af. Daarmee verslaan we de hele rij aan mannetjes. Oh, en ook mezelf. Huppakee, pak even de hout op zo. Huppakee. En de steentjes, daar hebben we er ook al best wel aardig veel van. 151 alweer. Dat is mooi, hoe meer we er zamelen, hoe beter. Zo. En zo kunnen we de dwergjes vrijlaten. Daar komen de elfen. Au. Gorash. Gor. Golgilur. Kostayin of Guria. Echt fantastisch gedaan deze scène, jongens. Oh, vet, het meen je niet. Oh, wat cool. Oh, dit is zo cool. Dit had ik niet verwacht, maar het gebeurt wel. En daar ben ik echt blij om. Oké, nog 3 te gaan. En je ziet Bilbo aan zijn ton hangen. Geweldig. Nou, beter had je dit niet kunnen maken hoor. Fantastisch. Oké, nog 2 te gaan. Huppakee.
En nog eentje. Die we moeten verslaan. Eén vijand. En dan springt hij op. Kom op. En yes, we did it. Goed werk, jongens. Oké, wat er nu gebeurt, weet ik niet. Oh, shit. Wauw, knap hoor, met een mes. Nou, het kan wel op zich. Wow. Oh, vet. Dit is het vetste uit de film. En ook zo goed gedaan nu. Oh, shit, hé. Ik weet dat ik genoeg materiaal heb. Maar ik kan nooit genoeg hebben. Lekker verfrissend en vernieuwend dat je ook die meer objecten verzamelt. Geweldig gedaan. In het begin ook zoiets van, what the fuck is dit nou weer? Maar echt fantastisch. Had ik niet moeten doen, ik had naar de overkant moeten gaan. We gaan door met deze epische scène. Op Gandalf. Oh, meen je dit? Twintig van die mannetjes doden, joh. Gaaf. Twintig mannetjes langs de weg. Echt zo gaaf gedaan, jongens. Hoppakee. Dood allemaal. Oh, kijk, er zijn vissen daar. Prachtig. Zo'n minikit. Ik ben wel vergeten. Ja, ik kon hem wel pakken, maar ik had hem niet gepakt, helaas. Nou, fantastisch gedaan, dit. Echt, mijn complimenten, jongens, aan de game. Ik vind het heerlijk om te zien dit. Vier te gaan. Op drie. Op twee. Oh, nog één. Nog drie dan. Nog eentje. En daar is die. Ga maar dood, jongens. Ja, hoppakee. Not our fight. It is our fight. When did we let evil become stronger than us? That's why, denkt hij. En dit was denk ik het level. Ja, jongens, dit was een fantastisch level. Echt geweldig gedaan. Escape the Dungeon of the King. Vaten op tilt. Heet het ook heel droog in het Nederlands.
Bomber in het vat vrijgespeeld. We hebben niet alles gehaald. 35% is niet veel, maar wel 702.000 studs, oftewel noppen. No minikits. En we hebben weer evenementen vrijgespeeld. En we hebben weer een aflevering gehaald. We gaan het verhaal nog even vervolgen. Soaked and barely alive, the company were carried down the raging rapids. They had escaped danger for now, but both Azog and the elven scouts, Legolas and Tauriel, continued their pursuit. I think we've outrun the orcs. And UI. Fucking droog. Ja hoor. Ach, ja hoor. Er komen twee vissen uit zijn haar. Pruik. Do it again, and you're dead. Excuse me, but you're from Lake Town. That barge over there. It wouldn't be available for hire by any chance. We need food, supplies, weapons. Can you help us? No one enters Lake Town but by leave of the Master. I'll wager there are ways to enter that town unseen. Aye. But for that, you would need a smuggler. For which we would pay double. Oh, mijn hemel. Meen je dit? Gewoon in een bootje varen. Wij zitten in de tonnen. Dat weten we. Dat weet ik dan in ieder geval. Oh my god, dit is zo gaaf. Zo verschrikkelijk vet gedaan. Gewoon in een bootje varen. Net als in de film. Complimenten, jongen. Fantastisch. En we gaan over het meer naar de prachtige grote stad. Is dat je, Bart? Sorry, but we've been told to keep the town entrance clear for a fishing barge that's due in. So unless you've got fish in those barrels, I'm afraid you'll have to wait. Okay, we moeten vis in de tonnen krijgen. En dat kunnen we het beste doen inderdaad door aan... Oh, kijk nou, ik zie het al. Heel gaaf gedaan. Een heel leuk puzzeltje hebben ze erin gedaan. Ik vind het tot nu toe het leukste uit het spel. We moeten vis gaan scheppen in de tonnen. Laten we dat gelijk gaan doen. Met deze schop. Huppakee. In die tonnen. Hij gooit de helft ernaast. Zo. Alles vol doen natuurlijk. Hier nog een paar. Nu mogen wij binnenkomen, 100%. Wil je weten hoe het verder gaat? Kijk in de volgende aflevering naar Lego de Hobbit op mijn kanaal. Geef vooral een groen duimpje, het zou heel fijn zijn. En dit avontuur wordt heel vet. Want de draak komt er nog steeds aan. Tot de volgende keer. Doei doei!